Ik ben Stefan Bastiaans, ik ben 11 jaar en kom uit Nieuw-Vennep. En mijn vraag is, waarom kunnen haaien zo snel zwemmen? Max, jij weet vast wel hoe snel deze haaien gaan, hoe hard ze zwemmen. Ja, nu zwemmen ze nog niet zo hard en nu zwemmen ze nog heel erg rustig. Als ze echt gaan sprinten, dan kunnen ze wel 40, 50 kilometer per uur zwemmen. Maar er zijn nog veel snellere haaien. Je hebt bijvoorbeeld de mako-haai. Dat is de allersnelste haai die ter wereld kan zwemmen. Die kan wel 90 kilometer per uur. Hoe kunnen haaien eigenlijk zo snel zwemmen? Ze hebben een heel speciale huid. Moet je maar eens voelen. Dat is een stukje haaienhuid. Het voelt ruw aan. Ja, het lijkt wel een beetje een soort schuurpapier. Mm-hmm. Oh ja, en in tropische... tegen invrijven. Dus die huid die bestaat uit hele kleine tandjes. En dat is eigenlijk het geheim waardoor zo'n haai heel makkelijk kan zwemmen. Dat kost hem helemaal niet zoveel energie. Maar hoe gebeurt dat dan? Kijk, als je die tandjes hebt en een haai gaat zwemmen, dan komt er altijd een beetje water achter die tandjes. En dat gaat rollen. Ja. En op het moment dat je daar weer water overheen laat komen, ja, dan gaat dat heel erg gemakkelijk. Bijvoorbeeld hier heb ik een aantal van die ballen. Dat is dus eigenlijk water. Dus op het moment dat die haai deze kant op zwemt, gaat het water er heel makkelijk overheen en kost het bijna geen weerstand. En dan worden ze niet zo moe. Dus er komt eigenlijk om die huid van de haai een soort van vliesje van water. En dan kan dat andere water dus wel heel makkelijk langsheen. Dan kunnen ze hartstikke snel zwemmen. En dat komt dus door die hele kleine tandjes die jij, zoals je ze beschrijft, die hier in de huid van de haai zitten. Ja, ja. Die ruwe huid, die hebben eigenlijk alle haaien. Ik heb hier een heel mooi voorbeeld. Ik zal hem eens even laten zien. Kijk, dat is een epaulethaai, een jonkie. Alleen die zit een beetje verscholen. Dit is dus echt een bodemhaai. En als je goed kijkt naar die haai, dan zie je daar ook die hele duidelijke tandjes op zitten op die huid. Zie je dat? Ik dacht dat het luchtbelletjes waren, maar dat zijn dus die tandjes. Ja, dat zijn die tandjes. Oh, okay. Een hele kleine hobbeltje. Nou, datzelfde principe van een haaienhuid kan je eigenlijk ook bij een golfballetje tegenkomen. Zie je, hier zitten allemaal van die gaatjes in. Ja, ja. Er zit een beetje lucht in. En als je zo'n bal heel hard wegslaat, dan gaat er eigenlijk lucht over dat lucht in die gaatjes en dan komt die veel verder. Dus dan kan je veel makkelijker veel verder schieten eigenlijk. En bijvoorbeeld bij zwemmen zijn ze ook aan het proberen om die haaienhuid te gebruiken. Je ziet ze heel vaak, zie je ze met zo'n hele grote zwembroek aan of zelfs een heel zwempak. En hier heb ik zo'n pak, dat hele fijne, dat is dat grijze hier. Dat is een heel klein beetje ruw. En dat zorgt ervoor dat de weerstand voor zo'n zwemmen toch een stukje minder wordt. Je voelt het ook wel als je er tegenin gaat, maar zo is het heel glad. Ja. Mega's. Alsof voor het opstapje hier. Ja, dat zal mooi zijn dat je struikelt en dat je dan zo het water in valt. Eens kijken of ze honger hebben vandaag. Hoe snel die weggaan. Ja, super. Gewoon één beweging van die staart, zo even wiebelen zo en hup, daar gaan ze. Dat is ongelooflijk.